En welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 28 juli. Vandaag in het journaal nemen wij u mee naar het 's Lands Hospitaal, waar gisteren de launch plaatsvond van het vaccineren van zwangere vrouwen met het Moderna-vaccin. Speciaal afgezant van de Nederlandse regering Mark Sprenger, die vertoeft nu al enkele dagen weer in Suriname. Niet lang terug was hij met een medische missie al in Suriname, waarbij het vaccinatieprogramma op de voet werd gevolgd. In gesprek met het COVID-19-journaal geeft hij een recap over zijn eerste missie en ook hoe zijn tweede missie eruit zal zien gedurende de komende 3 maanden. Voor mij was het heel belangrijk om te zien hoe het gaat. Ik heb alle intensive care's kunnen bezoeken, de ziekenhuizen kunnen bezoeken, ook Nikeri. En ik kan niet over iets praten en adviseren als ik het niet zelf gezien heb. Dus ik ben heel erg blij dat Suriname me de kans heeft gegeven om te kijken hoe het gaat. Ik heb ook gekeken op de vaccinatielocaties en ik was onder de indruk van hoe dat was georganiseerd. Ik vond dat eigenlijk heel erg goed georganiseerd. Nou, ik zou nu graag wat meer tijd willen besteden om te kijken naar op welke manier Suriname kan worden ondersteund met de crisis rond COVID. Ik zou willen kijken hoe we jullie kunnen ondersteunen met de vaccinatiecampagne. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want we moeten proberen dat echt iedereen wordt overtuigd om zich te laten vaccineren. Als je nu kijkt, bijvoorbeeld in Europa, dan zie je dat de mensen die in het ziekenhuis liggen, zijn bijna allemaal niet gevaccineerd. Het is echt heel belangrijk dat iedereen zich laat overtuigen. En het derde is om te kijken of we de publieke gezondheid, met name het belangrijke bureau openbare gezondheid, wat verder kunnen helpen om zich te ontwikkelen. De Delta-variant van COVID-19 is inmiddels wereldwijd in 124 gebieden ontdekt. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. En wordt verwacht dat het de komende maanden wereldwijd de dominante variant zal worden. En dat waarbij de WHO voorspelt dat er binnen enkele weken meer dan 200 miljoen bevestigde gevallen kunnen zijn. Dr. Mark Sprenger geeft aan dat wij ook gereed kunnen zijn voor de Delta variant, aangezien die zich al dicht van ons bevindt. Ook infectioloog Lieke Wattje waarschuwt voor de Delta variant. Het advies van de specialisten is om je spoedig te laten vaccineren. De Delta-variant is helaas vlakbij Suriname. We weten dat het in de landen bij ons in de buurt is, dus Frans-Guyana, Guyana. Maar Nederland, daar is nu heel veel Delta-variant. We hebben gezien dat er in Nederland een enorme stijging van het aantal besmettingen is, waarvan het merendeel door de Delta-variant wordt veroorzaakt. En er komen regelmatig zijn er vluchten tussen Nederland en Suriname. Dus de kans dat de Delta-variant Suriname binnenkomt is behoorlijk groot. Ja. Nou, de derde golf is aan het afnemen en dat komt voor een deel doordat mensen gevaccineerd zijn. Maar we weten op andere plekken in de wereld dat er een nieuwe golf komt. En dat is de Delta-variant. Die gaat enorm snel. Die is veel besmettelijker nog dan de variant die in de derde golf daar was. Op dit moment is hij nog niet in Suriname, maar we zien het wel al op de Antillen. Dus ik verwacht dat dat ook gaat gebeuren in Suriname. En daarom is het zo belangrijk dat mensen zich nu nog laten vaccineren voordat die vierde golf eraan komt. Zijn we voorbereid op de Delta variant? Onvoldoende. Dat wil zeggen, als we ons echt goed willen voorbereiden, moeten we zorgen dat iedereen gevaccineerd is. De enige echte voorbereiding die je kan treffen voor de Delta variant is vaccineren, vaccineren, vaccineren. We weten dat de Delta variant zich sneller verspreidt dan de andere varianten. Het is besmettelijker, dus je kan veel sneller een piek krijgen dan bij de eerdere varianten. En mensen worden ook ernstiger ziek, dus meer mensen zullen in het ziekenhuis komen.
Dus om ons voor te bereiden moeten we zorgen dat er nog veel meer mensen een vaccinatie krijgen. Want die mensen worden alleen maar mild ziek van de Delta variant. Die zullen niet meer in het ziekenhuis terechtkomen. In het 's Lands Hospitaal is gisteren een start gemaakt met het toedienen van het Moderna vaccin onder de zwangeren. Henna Nagisaar, die in verwachting is van haar tweede kind. En zij mocht dus als eerste dit vaccin toegediend krijgen. In gesprek met het NCT gaf Henna aan dat ze besloten heeft zich te laten vaccineren. Om zo zichzelf en haar ongeboren kind te beschermen. Ik heb gewacht. Ik heb alles gevolgd, alle onderzoekingen, natuurlijk alles gelezen en dan het besluit genomen. En natuurlijk gaat het om mijn eigen veiligheid en mijn ongeboren kind. En daarvoor ga ik dan. Moderna is het derde vaccin in Suriname beschikbaar. En directeur zegt het al, we hebben het verzoek gedaan. We hebben erop aangedrongen dat het kwam. Beetje stille diplomatie ook. Maar uiteindelijk is het treintje gaan rijden en is Moderna gearriveerd. We gaan het heel goed inzetten. Ik heb vanmorgen nog enkele gynaecologen gesproken, maar ik ben blij dat dokter Mohan ook heeft benadrukt. Ik zou zeggen aan de zwangere, ik heb twee dames meegebracht. Ze zitten een beetje in de hoek daar, maar goed. Het zijn twee secretaresses van mij die toevallig in verwachting zijn. En vanmorgen, dus mijn secretariaat is vruchtbaar. Wat zei je? Geen invite, toch? Nee. Ik ben stagiair. Oké. En ik heb ze vanmorgen gezegd, zo, komen jullie met me mee? Want ik had ze niet voorbereid. Ik zeg, komen jullie mee? En komen jullie het vaccin nemen? En één weet ik, op medische indicatie mag dat even niet, maar dat komt wel volgende week, denk ik. Maar de andere is nog een beetje bang. En bij deze, zou ik zeggen, Christa, laat je vaccineren. Ik heb je meegenomen om te tonen dat er ook zwangeren zijn die gevaccineerd gaan worden vandaag. En denk eraan dat het kind in je buik ook een mama wil hebben. Het kind in je buik wil na geboorte een gezonde mama hebben. En een mama om voor het kind te zorgen. Dus we hebben gevallen gezien in Suriname waar kinderen zijn geboren uit COVID-positieve moeders die zijn overleden na de geboorte. De gynaecologen weten dat, velen weten dat hier ook. En denk aan het kind, hoe het leven zal zijn zonder moeder. En we moeten het zo zeggen, omdat een kind de zorg nodig heeft van zowel vader als moeder. En het vaccin, zoals Mark zei, biedt de nodige bescherming tegen ernstige ziekte, maar ook nog kan het effectief sterfte voorkomen. De minister sprak nogmaals een woord van dank uit richting de Nederlandse regering, die ingegaan is op het hulpverzoek welk Suriname gaat gedaan met betrekking tot de vaccins. Maar ook de andere middelen die bestemd zijn in de strijd tegen COVID-19 tot medische specialisten. Maar ook de inzet van de Surinaamse deskundigen die ervoor gezorgd hebben dat er nu meer dan 237.000 prikjes zijn toegediend. En ook de wil van de burger die een belangrijke rol heeft gespeeld. Laat mij allereerst zeggen, vandaag hebben we al 237.000 prikjes gezet in Suriname. En dat zou zeker, we hebben het ook benadrukt, de inzet van Surinaamse teams, Surinaamse deskundigen, onze eigen mensen, maar ook de wil van de Surinamer is uiteraard belangrijk geweest. Maar het zou niet kunnen als we die ondersteuning niet gehad hadden
vanuit ons verzoek, ons hulpverzoek richting Nederland. En ik wil een speciaal applaus geven, zeker voor de inzet van het heel Nederlands team van VWS, ministerie van VWS. En dan denk ik aan ieder die zich heeft ingezet, maar ook de lokale mensen hier die zich hebben ingezet om dit voor Suriname voor elkaar te krijgen. Applaus graag. En ik wil het benadrukken. Want veel mensen denken dat we alleen ondersteuning hebben gehad op het gebied van vaccins. Maar dat is niet waar. We hebben genoeg ondersteuning gehad op elk gebied. Elke keten of elke schakel in die ketting voor COVID-bestrijding. Preventie, maar ook behandeling preventie voor COVID. Als je het wil noemen, PPE, equipment, vaccin, noem het maar op. Er is zoveel gekomen, maar ook menselijk kader. Ondersteuners, medische ondersteuners. Dus het zou niet mogelijk zijn als wij alleen afhankelijk zouden zijn van bijvoorbeeld een COVAX-bron of andere manieren hoe wij aan de vaccins zouden moeten komen. Zelfs het kopen van vaccins of het aanschaffen was niet zeker. Dus de levering was uiteraard niet gegarandeerd. Ik refereer bijvoorbeeld naar de derde tranche COVAX-vaccins AstraZeneca die inmiddels betaald is, vanwegens diverse redenen vanuit de productieunit nog niet geleverd kunnen worden in Suriname. Dus zouden we alleen afhankelijk zijn van één bron, dan hadden we op zijn minst, denk ik, of maximaal nog geen 60.000 prikjes kunnen zetten. Vandaag hebben we ruim 4 maal prikjes gezet. Dus zie daar het voordeel, maar zie daar ook de winst die we hebben gehad uit ons hulpverzoek met Nederland. En het is maar één gebied, maar het is ook al eerder gezegd, zeker in de vernieuwde relatie die is ontstaan met Nederland, zal en heeft volksgezondheid de eerste stap gezet richting samenwerking. Vanaf de 12e week zwangerschap mogen de vrouwen zich laten vaccineren. Dat is voor de baby het veiligste moment en dat is wereldwijd bewezen. Omdat binnen de 12 weken de vorming van het kind in de buik van de moeder nog plaatsvindt. Dat zegt gynaecoloog Satish Mohan. Vanaf de 12e week is dus tot nu toe wereldwijd veilig aangegeven. Omdat je voor de 12e week heb je dus nog de organogenese, de vorming van organen bij dat kind. En laten we zeggen, niemand zegt nog dat het niet zou kunnen, maar vooralsnog is het dus na de 12e week vrijgegeven. Onderzoek is steeds gaande om te kijken hoe dat gaat, omdat je nog niet weet wat voor effect het kan hebben op de organogenese. Laten we zeggen, vooralsnog is het niet bewezen dat het via de placenta het kind bereikt, die COVID-19, antilichamen wel. Dat zijn dus beschermende stoffen. Maar van de virus zelf, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is tot nu toe niet bewezen dat passeert, maar we willen toch veilig zijn en adviseren dus na de 12e week om te laten vaccineren. En met dit bericht zijn we aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. U heeft het inmiddels al vernomen over het vliegtuig dat heden morgen een noodlanding moest maken in het Brokopondo-gebied. Aan boord zaten ook 2 mensen van de communicatiedienst van het Volksgezondheid die samen met de medische zending onderweg waren naar Stoelmanseiland. Dat om daar de plaatselijke bevolking te informeren over het vaccin. Maar ook om de mensen al daar te vaccineren. Helaas hebben ze de plek niet kunnen bereiken. Gelukkig zijn er geen doden gevallen. De situatie van de mensen is stabiel en ze zijn ter observatie opgenomen in de ziekeninrichting. Van deze plaats uit wens ik jullie allemaal beterschap toe en kijk uit naar een spoedig herstel. Om maar aan te geven hoeveel werk en mensenlevens op het spel worden gezet. Om jullie de juiste informatie te geven over het vaccin. Laten we het werk minder maken voor deze mensen door massaal te gaan vaccineren. Weet je hoeveel geld er ook moet worden uitgegeven alleen maar om mensen te laten vaccineren? We kunnen dit alles besparen. Als we in 1 keer massaal gaan vaccineren, denk aan Tori dat die. Tot vrijdag. Met het journaal.
in het Surinaams. Tamboe.